Hoi en welkom bij Beauty Masters, de plek waar Kruidvatje gaat meenemen in de wereld van make-up en het creëren van je eigen look. Ik ben Marcia van Beauty Gloss en ik ga jullie in 10 afleveringen laten zien hoe je een snelle, frisse look kan maken in minder dan 10 minuten. Kijken jullie mee? Je everyday make-up look begint met de basis en dat gebruik je voor je foundation, maar na je dagcreme. Dus zorg ervoor dat je dagcreme goed ingetrokken is. Wil je dat je make-up de hele dag blijft zitten, dan gebruik je een primer. Ik heb zelf een vette huid, daar vind ik zo'n type primer het fijnst werken. Wil je een zachte, natuurlijke look, dan zijn dit soort drops ideaal voor jouw huid. Je kan ook beide producten mixen, dan heb je het beste van beide. Ik heb een beetje vette huid, dus ik ga voor de matte primer. Ik ga een klein beetje aanbrengen, ongeveer de helft van wat ik normaal met mijn dagcreme doe. En je kan bijvoorbeeld ook alleen olie op je wangen doen en dan de primer op je T-zone. Het hangt eigenlijk volledig af van je eigen voorkeur. Tip, laat het heel even intrekken, anders mix het met je foundation. En nu is het tijd voor foundation. En foundation bedekt oneffenheden en zorgt voor een mooie, egale basis. Eerst kies je voor de juiste kleur foundation door voor de kleur te gaan die het dichtst bij je gezicht en je hals ligt. Zet een streep bij je kaak en vergelijk de kleur met je hals en de rest van je gezicht. Mijn gezicht is best een beetje rood, dus het verschil lijkt groot. Heb je nou een wat drogere huid, dan kan je ook je foundation mixen met de oil drops. Dan brengt het ook wat lekkerder aan en heb je ook een hele mooie gloed. Nu gaan we de foundation aanbrengen. Dit kan je doen met je vingers of met een spons. Ik breng eerst met mijn vinger een stipje aan op mijn wangen, voorhoofd en kin. Smeer niet, maar dep het over je hele gezicht met de spons. Een tip is om het vanuit het midden van je gezicht te doen, dus breng niet een dikke laag aan op je kaak, maar meer richting je neuswang om deze vervolgens te blenden over je hele gezicht. Draai ook een beetje met je gezicht, dan kan je zien hoe het licht valt en dan weet je of je misschien nog wat extra's nodig hebt. Je kan beter in dunne laagjes werken dan in één keer te veel. Dit was aflevering 1 van Beauty Masters. Vond je dit nou leuk? Doe dan een duimpje omhoog en vergeet je niet te abonneren. Heb je nou vragen? Laat ze achter bij de comments hieronder. En aflevering 2 gaat over concealer en het camoufleren van oneffenheden. Doeg!